Hey hey, en welkom bij deze nieuwe video. Een andere look, maar gewoon mezelf. Ik ben een tijdje geleden naar Amsterdam geweest en heb daar een foundation gekocht van MAC. Ik heb de kleur gekocht, de Matchmaster met SPF 15 in de kleur A29 1.0. Ik vind het zelf een hele mooie foundation, maar nou gaan we zien hoe hij matcht op mijn huid. Let's go! Ik doe één pompje op mijn hand. Dan pak ik mijn favoriete foundation brush. Het is natuurlijk winter. Dus iets lichter mag die wel, maar je komt met één pompje volgens mij best wel ver, zei die verkoper in de winkel. Ik breng hem nou met een kwast aan en daarna ga ik indeppen met mijn beauty blender. Ik was even de naam kwijt. Nou, de kleur van de foundation is volgens mij wel goed. Ik ga mijn voorhoofd, ik heb natuurlijk altijd wel een bruin voorhoofd. Dus mijn voorhoofd ga ik natuurlijk nog wel wat bronzen. Maar de kleur komt goed over. Maar ik vind hem, hij is wel een beetje aan de stroevere kant. Maar dat vind ik juist wel fijn. Want dan glijdt mijn concealer en zo en mijn poeder niet weg. Daar ben ik heel blij mee. Nou, qua kleur lijkt wel wat spook, maar komt goed. Nou, de uiteindelijke mening van deze foundation is... De foundation is een beetje aan de ruwe kant, maar dat is juist fijn om daarna je concealer eroverheen aan te brengen. En wat ik de structuur van de foundation vind ik ook erg fijn. Dus daarom krijgt hij zeker een duimpje omhoog. Nou, dit was de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Zo ja, doe dan een duimpje omhoog en abonneren kan hieronder. En dan zie ik jullie de volgende keer wel weer. Doeg!